Sarah, de eerste en voor, tot nu toe de laatste keer dat ik jou sprak was bij de Vlaamse kampioenschappen. Toen stond je er heel goed voor, je moest dan gaan beginnen aan de meerkampen. En toen kwam die eerste meerkamp, maar wat is daar gebeurd? Weer diezelfde knieblessure net tijdens hoog. Maar niet zo erg als tijdens WK Berlijn. Dus nu was het lichtjes gevoelig en tijdens 200 meter, op de vierde proef van de dag, had ik geen kracht in die knieën. En toen hebben we wijselijk besloten om het gewoon uit voorzorg niet meer te starten in de tweede dag. Heb je daarna nog wel een meerkamp kunnen doen of hoe ben je nu uiteindelijk hier gekomen? We zijn naar de bond gestapt en gevraagd of dat het nog nodig was om een meerkamp te doen voor vormbehoud. Maar op basis van mijn prestaties die ik in het begin van het seizoen geleverd heb, hebben ze gezegd van nee, het hoeft niet. We zien zo dat je in goede vorm bent. En daarop hebben ze gezegd van enkel een hoogspringwedstrijd te doen om te laten zien dat die knie in orde was. En die hoogspringwedstrijd heb ik 2 weken teruggedaan en was in orde. Dus, ja. Heb je in die tijd kunnen revalideren met die knie of speciaal programma gedraaid? Na de meerkamp in Gutses einde mei ben ik in juni shockwave behandeling begonnen. 3 keer. En blijkbaar valt het goed mee. Dus de knie heeft er heel goed op gereageerd. Is veel beter. Dus ik hoop dat ze nu stand houdt deze meerkamp. Ja, want nu, we zijn in Barcelona. Over een paar dagen de meerkamp. Wanneer, welke dag was jullie meerkamp precies? Vrijdag en zaterdag. Dus het is wel even wennen. Normaal is de zevenkamp al de eerste dag geprogrammeerd. Maar nu mag de tienkamp als eerste van start gaan. Dus het is wel even wennen. Ja. Ben je hier? Hoe is de sfeer, ambiance? Zeer goed. In het hotel toch. Ik ben nog niet op het Olympisch Stadion geweest. Vanavond pas. Dus ik ben benieuwd hoe het er daar uitziet, hoe dat de sfeer daar is. Dus, maar volgens geruchten is het echt een leuk stadion. De sfeer is echt goed. Dus ik kijk er al naar uit. Jouw verwachtingen ten aanzien van je eigen meerkamp vrijdag? Moeilijk. De eerste doelstelling is gewoon die meerkamp volledig ten einde brengen. En stiekem hoop ik op top 12. En, maar top 10, top 8 moet ook mogelijk zijn als alles mee zit. Heb je het deelnemersveld al bekeken? Vluchtig, maar daar ben ik niet echt mee bezig. Dus ik ga mijn eigen ding doen en dan zien we wel waar we eindigen. Ja, want hoogspringen is tweede nummer, toch? Ja. Dus als hoogspringen voorbij is, dan gaat er al een heel grote last van mijn schouders af. Dus, ja. Ben je al buiten geweest hier? Ik ben al naar de opwarmingspist geweest. Dus maar verder dan dat nog niet. Maar vanavond wel naar het Olympisch Stadion. Dus, ja. Temperaturen? Hoe warmer, hoe beter voor mij. Dus ik kijk er wel naar uit als het echt goed weer is. Lekker warm weer. Dan ben ik op mijn beste.